Kuktje kan Benfica verlaten, Manhoef vergeet zijn nieuwe club te googelen en Ajax Flop kan naar deze Feyenoordbeul. Erken Kuktje is door Besiktas benaderd om op huurbasis de overstap te maken. De oud-Feyenoorder kwam de laatste tijd negatief in het nieuws nadat hij een interview had gegeven aan de Telegraaf waarin hij met gestrekt been inging op het beleid van trainer Roger Smit. Kuktje kwam een paar weken geleden in opspraak nadat hij in gesprek met journalist Marcel van der Kraan van de Telegraaf hard was voor zijn trainer Roger Smit. Kuktje nam geen blad voor de mond. Ik heb vanaf het begin nooit het gevoel gehad dat ik belangrijk werd gemaakt, ook niet door de trainer. Dat zorgde ervoor dat Smit de Turkse voetballer in de eerstvolgende wedstrijd buiten de selectie hield. Inmiddels is het uitgepraat tussen Kuktje en zijn oefenmeester. Dat Besiktas een poging heeft gewaagd om Kuktje in te lijven is niet heel gek. De oud-Feyenoorder heeft namelijk wel eens vaker gezegd dat hij fan is van de club en dat hij er in de toekomst wel eens zou willen spelen. Alleen nu zou nog iets te vroeg zijn. Kuktje gaat waarschijnlijk voor zijn kans bij Benfica of zoekt zijn heil in een hoger aangeschreven competitie dan de Super League. William Manhoef heeft voor verbazing gezorgd door uitspraken te doen over zijn huidige club Stoke City. In de winterstop vertrok Manhoef van Vitesse naar Stoke, alleen hij was niet helemaal op de hoogte van de penibele situatie van zijn club. Manhoef liet zich onlangs in een interview uit over zijn eerste maanden bij Stoke City, de huidige nummer 19 van de Championship in Engeland. De aanvaller bleek zich voorafgaand aan zijn transfer niet volledig te hebben laten informeren over zijn toekomstige werkgever, dat geeft hij zelf toe. Dat ze er niet goed voor stonden in de Championship merkte ik pas later, toen het al bijna rond was. Ik wist wel dat er wat probleempjes waren, maar niet dat ze zo laag op de ranglijst stonden. De teksten van Manhoef zorgen voor verbazing op sociale media, aangezien de oud-aanvaller van Vitesse hiermee laat blijken zich niet op een goede manier te hebben ingelezen over zijn nieuwe club in Engeland. Dit is wel apart ja, reageert iemand op Pix op de uitlatingen van Manhoef. Ongelooflijk dit toch, schrijft een andere voetbalsupporter. Als huurling bij Ajax kon Lorenzo Luca weinig tot geen potten breken, maar sinds hij in de Serie A aan score is geslagen voor Udinese staat hij er in eigen land best wel goed op. Hij is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg en hij zou in de belangstelling staan bij AS Roma. Ajax nam Luca in de zomer van 2022 op huurbasis over van Pisa. De Italiaan kwam naar Amsterdam als pinchhitter, maar ook in die rol kwam hij niet uit de verf. Luca kwam in 16 wedstrijden in actie voor de nummer 3 van het afgelopen seizoen in Nederland, waarin hij tweemaal wist te scoren. Doelpunten maken deed hij vooral in dienst van Jong Ajax. In 14 wedstrijden in de keukenkampioendivisie trof hij 6-maal doel en verzorgde hij ook nog eens 3 assists. Luca is bij Pisa nog in het bezit van een contract tot 2026. De 23-jarige aanvaller kwam eerder ook al uit voor Palermo. Wil jij nou op de hoogte blijven van het allerlaatste voetbalnieuws? Check dan www.fcupdate.nl en abonneer je op ons YouTube-kanaal.